Gisteren in Lang Leven de Liefde. Anoushka en Gerjan hebben nu al een paar dagen de grootste lol. En met de liefde zit het ook wel snor tussen deze twee. Ik vind het wel leuk. Ik ook. Ik ben benieuwd wat straks buiten is. Ik ook. De date van Mira en Hans voelt als knip- en plakwerk. En dat is positief bedoeld. Ben je er klaar voor? Nou, ik ben er wel klaar voor. Hallo. Hoi. Hoi. Dat is leuk. Oh. Oh. Nou, we hebben in ieder geval al de zee, de blauwe lucht. Ja. Hebben we alles overeenkomsten? Maar is Hans zonder moodboard wel net zo scherp? Dat je groot bent, vind ik ook sexy. Groot. Lang. Ik haal hem aan, want het is biefstuk, hè? Dus, Luister je wel naar wat ik zeg. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Mira vond het na een gezellige eerste avond eigenlijk wel best dat Hans gewoon naast haar kwam liggen. Een beslissing die niet helemaal lekker heeft uitgepakt. Bij de buren is Gerjan in alle stilte bezig met de voorbereiding van een kleine verrassing ter ere van zijn eerste jubileum met Anoushka. 4 dagen daten. Ja, een man die dit voor je doet, wil je toch gelijk mee naar huis nemen? Nee, ze mag meenemen. Nou, dankjewel. Ik weet dat je niet van de romantische gestes houdt, maar... Niet dat het heel romantisch is. Een bloemetje is wel leuk. Oké, okay, één vraag. Noem maar. Oh, pak hem alvast nog één. Over welk lichaamsdeel ben je het meest tevreden? Welk lichaamsdeel? Schouders, denk ik wel. Beetje brede schouders. Vind ik op zich wel mooi. Ja, dat lijkt... Vind je het tegenvallen? Nee. Oké. Okay. Nee, ja, weet ik niet. Ik vind ik in ieder geval prima. Mijn kont. Oh, ja, groot gelijk heb je. Aan het ook wel. Ja. Ja, wat een jackpot. Eet smakelijk. Nou. Chris, heb je ook ergens tussen de regels doorverteld... dat je gewoon moeite had zeg maar, met vragen te stellen... of in ieder geval om de communicatie van twee kanten te laten komen, hè? Ja, luisteren. Ja. Is dat gewoon iets wat bij je hoort? Maar heb je wel nieuwsgierigheid naar anderen? Ja, zeker. Ja. Maar het is niet zo dat je in je hoofd zit van... oh, hoe zou dat eigenlijk zitten bij diegene? Of hoe zou dat eigenlijk zitten? Hoe zou die dat doen? Of, Nee, dat niet. Nee, hè? Nee. Maar dat is wel iets wat ik heel erg nodig heb, zeg maar. Bij mijn laatste relatie was dat ook die wederkerigheid, zeg maar... in een gesprek, dat gewoon moeizaam ging. En daardoor raakte ik wel steeds meer verwijderd, zeg maar... En voelde ik me ook gewoon op een gegeven moment echt eenzaam. Want dan ben je eigenlijk alleen in een relatie bezig. Oh. Maar het is denk ik in een relatie voor mij heel erg belangrijk om ook gezien te worden. Wat mis je dat nou in, op dit moment? Of afgelopen tijd? Ja. Oké. Okay. Ik heb niet echt in de gaten gehad. Nee. Ah. Na 4 prachtige dagen gaan Anoushka en Gerjan natuurlijk samen naar huis. Kijk ze dan zitten. Dit kan toch alleen maar liefde zijn? Maar hoe heb je het ervaren afgelopen dagen? Hoe ik het heb ervaren? Tof. Een beetje terugkijken in het begin inderdaad, gewoon echt even wennen. Mm-hmm. In het begin was ook echt dat ik dacht, ik wist echt niet of het een match zou zijn, zeg maar. Maar ik vind het wel fijn dat we gewoon even ook gewoon rustig de tijd hebben genomen. Ja. Want we staan er wel een beetje hetzelfde in. Wij zijn denk ik niet types die... En meteen, pats, boem, weet je wel. Meteen vanaf dag 2 dat je alleen maar over elkaar zit te hangen. Nee. Dus, maar dat vind ik ook wel prettig, weet je. Ook wel fijn dat je heel erg hetzelfde erin staat. En ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar hoe het buiten... Ja, tuurlijk. ...de villa gaat zijn. En ik heb er vooral ook heel veel zin in. Ja, joh. Want die klik is sowieso. Dat is ook leuk. Het is echt niet alleen vriendschappelijk. Anders zaten we hier ook niet. Nee, anders hadden we niet. Nee, ja. Ik ben... Ik ben heel benieuwd. Benieuwd, ja. Dus we gaan nog wel lekker weer verder. En kijk hoe het is. Ja, daar hebben we iets voor. Oh. Lieve Anoushka en Gerjan, gefeliciteerd met jullie 4-daagse verblijf in Lang Leven de Liefde. Jullie zijn een match.
Geheel op jullie eigen tempo het liefde opzoeken en hoe. Op de eerste avond was het meteen raak. Ook de vriendinnen van Gerjan waren blij verrast om te zien hoe jullie elkaar gevonden hebben. Anjuska had maar één vraag. Hoe is Gerjan binnen zijn vriendengroep? Nou Anjuska, dit ga je de komende periode ondervinden. Want jullie staan aan de vooravond van een nieuw avontuur buiten de deuren van Lang Levende Liefde. Nogmaals gefeliciteerd. Ah. Jullie mogen naar Fletcher Hotel Restaurant Leidscherdam Den Haag. Proost op de liefdevolle toekomst samen. Lieve groet, team van Lang Levende Liefde. Oh, dat vind ik wel lief. Wat dat is wel cute. Ja. Nou, kom maar goed. Ik ben benieuwd. Ik ook. Hi. Wat is dit voor clever doet nou? Lucky. Verlang jij ook naar dat verliefde gevoel? Met een heerlijke man of vrouw wegdromen op een roze wolk? Meld je dan snel aan. En wie weet maken we die droom samen werkelijkheid. Voor Mira ziet het daten na een onrustige nacht en weinig interesse opeens heel anders uit. Die leuke man die ze binnen zag komen zal echt met iets meer moeten komen dan een strak geverfd steentje. Dus kom op Hans, stel gewoon een vraag. Ja, is toch ook leuk dit? Ik ben altijd gezelschapsmens. Ik denk dat samen wakker hoor eventjes knuffeltje. Ah, dat mist even je. Gemist, ja. Had je misschien zelf een beeld van gewoon samen wakker worden? Ja, maar misschien had je dat dan neer moeten zetten. Van het lijkt me leuk om morgen ontbijt voor je te maken. En als je dan lekker blijft liggen. Of, want dan weet ik ook wat er van mij verwacht wordt. Nee, jij blijft niet lekker liggen. Dat weet je niet. Dat zijn aannames, toch? Ja. Als jij dan iets aan zou geven. In plaats van dat je nu het zegt dat je het jammer vindt. Ik vind het heel gewoon fijn als je gewoon over de rug uit gewoon, ja. Of dat contact, dat gevoel, hè? Ja. Dat heb je mij al aangeraakt, vastgepakt een keer? Nee. Nee. Ik heb het wel nodig. Ja. Dan heb ik daar de behoefte aan. Ik denk het niet, hè? Nee. Hij had in andere relaties ook niet echt dan... Jawel. Ja. Jawel. Ja. Okay. Dan zou iemand me echt moeten overroelen gewoon. Dat ik denk zo... Wat gebeurde daar? Ik bedoel, dat heb ik nu niet. Nee. Een date die niet lekker loopt. Rachel herkent dat als geen ander. Niet omdat de fysiotherapeute al haar hele leven vrijgezel is... maar omdat ze naar Lang Levende Liefde zat te kijken. Ik ben Rachel. Ik ben 23 jaar. Toen ik de aflevering zag met Michael... merkte ik eigenlijk gelijk al dat het een hele rustige jongen is. Gewoon heel aardig, sympathiek... en ik moest vooral lachen over dat hij begon met zijn mayonaiseverslaving. Ik doe er wel eens mayonaise over. Hey. Mayonaise? Mayonaise? Mijn vrienden die zeiden serieus dat ik een fles Zaanse mayonaise mee moest nemen. Want ik doe overal Zaanse mayonaise op. Echt? Ik verpest echt alles met mayonaise. Want ik heb bijvoorbeeld een sambalverslaving. Dus dat klikte gelijk voor mij heel goed. Dus ja, dat was ook gelijk al zo van, een soort van connectie. Wat me gelijk opviel bij Michael was zijn glimlach. Ik zag ook tattoos op zijn linkerarm. En dat vind ik ook altijd wel heel vet. Dus dat was ook gelijk zo van... oh ja, dat is ook weer een heel leuk dingetje als een man dat heeft. Ik heb eigenlijk nooit echt een serieuze relatie gehad. Alle dates en pogingen die ik heb gedaan in het verleden... zijn nooit echt serieuze relaties geweest. Dus daarom ben ik eigenlijk hier, heb ik me hiervoor opgegeven... om dan even te kijken of met Michael een serieuze relatie kan beginnen. Nou, dat is toch een leuk vooruitzicht, of niet, Michael? Mr. Mayonaise weet dat hij hier is op speciaal verzoek. Maar dat maakt die eerste kennismaking heus niet minder spannend. Hoi. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag, hi. Hoi, Michael. Rachel. Welkom. Ja, hetzelfde. Het is weer als thuiskomen. Ja. Zo. Ik zou zeggen, ga zitten. Ja, spannend. Vind je het leuk? Ja, natuurlijk. Eerste keer, maar... Ja, precies. Voor jou niet natuurlijk. Nee, ja, ik was er al eerder in geweest. Inderdaad. Ja. Dus, maar waarom had je zoiets van, ja, dat lijkt me wel een leuke jongen? Vooral vanwege jou gewoon je humor en gewoon hoe je bent als persoon... vond ik toch wel dat wij redelijke zelfde soort overeenkomst hadden. Ja, leuk. Nee. Nou, super. Ja. Ik heb nog wel voor je meegebracht. Dus ja, echt, ik ook. Ja, het is echt iets... echt iets persoonlijks wel een beetje, die ook echt wel bij mijn karakter past. Ja, ik hoop dat je het leuk vindt. Top. Ah. Disney. Oh, wat leuk. Disney is een beetje mijn guilty pleasure. Ah, echt leuk.
Zo cute. Ja, hij past ook bij mijn karakter. Dus af en toe een beetje awkward, raar, vreemd, maar ook super lief soms. Nou, wat leuk, super, dank je wel. Nou ja, dan de mijne. Ja. Ik heb er 2 meegenomen voor vandaag. 2? Ja. Oeh, zwaar. Mm. Ik dacht van, als een Brabander... Brabander. Zal je dit vast wel lekker vinden? Ik hoop het. Dat gaat over het algemeen er wel in, ja, toevallig. Lekker. Nou, dat gaat helemaal passen. Ja. En komt dan de... Goed. De nee. Ik weet deze al. Deze hoef ik niet meer te raden. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, de Zaanse Maaien natuurlijk. Ja. Ja, super. Oh, pittig ook nog. Oh, dat is helemaal mooi. Ja. Toevallig hou ik ook van pittig eten. Dus ik ook namelijk. Ja? Daarom heb ik hem ook gekozen. Want jij bent dan Zaanse Maaienverslaving. Ik heb een sambalverslaving. Sambalverslaving. Ja, ik heb een sambalverslaving. Dus dan dacht ik, nou, 1 en 1 is 2. Ja, een pittige maaien. Neem ik deze mee. Leuk. Ja, super. Mag ik je knuffel geven? Zeker. Dankjewel voor het cadeautje. Ja. Hartstikke leuk. Nou, super. In het eerste uur van hun kennismaking plakte Hans en Mira eigenlijk alleen maar overeenkomsten op het bord. 24 uur later zijn vooral de verschillen duidelijk geworden. Mirna wil praten, Hans vooral knuffelen. En die twee lijken maar niet samen te komen. Hé, de 24 uur zit erop. Ja, snel gegaan, hè? Nou, ja, zeker. Ging heel, en wat ging heb je besloten? Snel. Weet je al... Nou, begin toen ik binnenkwam van een ontzettend leuk hoe jij het allemaal georganiseerd had. Met de pijlen op de grond. Mm. Het briefje op de spiegel vond ik helemaal geweldig. En toch een beetje spelende wijs met knippen en plakken. Elkaar een beetje hebben leren kennen. Vanmorgen toen ik wakker werd, vond ik het een beetje moeilijker gaan. Stroever gaan. Ja, de liefde die heb ik toch wel een beetje gemist. Ik ben echt iemand die geknuffeld wil worden. Even aangeraakt wil worden. Ja, toen voelde ik toch wel even van shit... Want ik heb gewoon iemand nodig die bij mij is. Ja, daarom wou ik niet verlengen eigenlijk. Nee. Hoe jammer ik het ook vind. Ja, want wat je zegt, inderdaad, bij de binnenkomst was natuurlijk geweldig. Ja. En in de loop van de tijd, dan kom je natuurlijk gewoon erachter. Dat stukje werkelijke interesse gewoon van wie is Mira? Ja. En ja, dat zat er gewoon... Ik vind je gewoon leuk. Maar niet leuk genoeg dan, denk ik. Net niet leuk genoeg, omdat... Om mij over die grens te krijgen. Ja, over de grens te halen, ja. En dat heb ik echt nodig. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk gewoon ook moeilijk om tegen je te zeggen, omdat ik je echt zo een lieverd vind. Nou, dank je. Absoluut, ja. Nou, jij ook. Kom, we gaan de knuffel op. En we zullen elkaar misschien de beste keer ergens zien. Dan trakteer ik aan bossenbollen. Kijk, dat is goed. Dan gaan we ons spullen pakken. Ja, dan gaan we ons spullen pakken. Ja. Nou... Ladies first, hè, zeg je het dan, hè? Dan ga ik eerst. Nog 1 knuffel, hè? Bedankt voor een mooie 24 uur. Ja, vond ik ook. Ja. Heel veel geluk. Ja, jij ook. En liefde. Hey, doei! Doei! Mira is weer iets wijzer geworden over haar eigen behoeftes... en gaat zelf kijken of ze iemand kan vinden die daaraan voldoet. Hans hoopt van harte dat jij hebt zitten kijken en nu denkt... oh, wacht even, maar die man wil ik wel knuffelen. Als dat zo is, aarzel dan niet en geef je op. Dan regelen wij snel een leuke ontmoeting. Het is met veel plezier dat ik Linda aan jullie voorstel. Deze 38-jarige vrijgezel uit Zomeren is nu een jaartje alleen... en zou het wel heel erg leuk vinden om via ons die ene bijzondere man te ontmoeten. Ik doe mee aan het programma omdat ik toch op een respectabele leeftijd ben gekomen... dat ik toch wel een hele fijne, stabiele, vertrouwen connectie zoek. Ik ben wel weer op zoek naar een leuke connectie die gewoon het leven met mij wil delen. Ik zoek eigenlijk gewoon een lieve, zorgzame man die wel zijn mannetje staat. Want het kan nogal pittig uit de hoek komen. En soms moet hij wel kunnen zeggen van ja, kom op, gewoon even chill. Wel goed verzorgd. Een knappe man om naar te kijken is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Maar als die vooral heel lief... zorgzaam en open-minded is, dan zit ik gebakken. Zo, laat me dit maar komen. Ja, Linda heeft er zin in. Dat staat als 2 ongelakte palen boven water. Dit gaat wat worden, hoor. Want dit is Tim. Hij is 39, vader van 2 kinderen en na een relatie van 20 jaar nu zo'n 3 jaar vrijgezel. Ik ben eigenlijk heel rustig en teruggetrokken. En ja, het is toch wel heel spannend voor mij om zoiets te doen... Ik vermaak me goed als ik alleen thuis zit of dingen alleen moet doen. Maar ik denk dat een leuk iemand wel toegevoegde waarde heeft. Ja. Ik wil gewoon graag iemand hebben waar ik mijn verdere toekomst mee op kan bouwen. Maar het is wel mooi meegenomen als het samen kan.
waar ik naar op zoek ben. Het is toch wel iemand met een gouden hartje. Wat gewoon lief is, wat zacht is. Wel iemand wat ook echt van zich af kan bijten, zeg maar. Niet dat ze afhankelijk is van iemand. Qua uiterlijk, niet heel veel voorkeur. Ja, goed. Ik moet gewoon een klik hebben met iemand. Ja, moet wel iemand zijn wat me een beetje uit mijn comfortzone kan trekken, zeg maar. Het mag best wel een beetje mondig zijn, een beetje ruiger. Dat komt me wel te goede, denk ik. Ja, kom binnen. Hallo. Hallo. Spannend. Ja, ik vind het eigenlijk kei spannend. Hoi, met Tim. Hoi. Hoi, ik ben Linda. Hi Tim. Hoi. Daar zijn we dan. Ja, daar zijn we dan. Spannend. Ja, nice. Nou, ik heb je wat meegenomen. Leuk, een beetje het vertelt een beetje wat over mezelf. Oké. Dat is een beetje ook hoe ik ben, zeg maar. Een beetje soms wel wat grof aan de buitenkant. Oh. Maar ook soms kan ook wel een knuffelbeer zijn. Oh, dat is kei leuk. Wat schattig. Dus, je zou ook al denken, wat staat hier allemaal op tafel? Nee, ik heb meteen een activiteit uitgekozen. Ik ben een beetje out of the box, buiten de lijntjes kleuren altijd. We gaan piemel pimpen. Dus. Nou ja, helemaal goed toch? Dus jouw piemel ook. Het gaat heel snel dat je allemaal piemel hebt gezeten. Ja, touché. Terwijl de buren gezellig schermen met piemels, heeft Michael eindelijk een beeld bij de vrouw die hem heeft teruggevraagd voor deze date. Rachel wist natuurlijk wat ze in huis haalde, maar is hij net zo enthousiast over haar? Tot nu toe, valt het mee of valt het tegen? Het valt zeker mee. Valt mee. Ja, valt mee. Gelukkig. Ja. Ik vind je een heel mooie vrouw, echt oprecht. Echt. Je hebt ook echt iets in je ogen dat echt aantrekt. Ja. Super vervelend, maar dan moet ik de hele tijd blijven kijken. Daar word ik een beetje verlegen van. Daar word ik een beetje verlegen van. Tot nu toe valt het mij niet tegen. Nee. Fijn om te horen. Het is toch altijd lastig om in dat soort dingen dan te ontvangen qua complimenten en zo. Maar ja, ik vind dat moet wel heel even gezegd worden. Ja. Ja, vind ik gewoon. Ja, ja. Ik ben een hele leuke dame. Ja, ja. Ja, je hebt iets heel leuks. Ja. Nou, ja. Gelukkig. Nou, piemel pim. Yay. Oei, oei, oei. Ja, normaal ben ik niet zo van de piemels, maar... Eens moet de eerste keer zijn. Nou, dan zijn grenzen. Ja, dat is waar. Maar soms zijn de grenzen wel leuk om op te zoeken. Dat ik hier ben, is al een hele grens. Ja? Ja, jawel. Sta ik dan met die piemel in mijn handen? Beetje gay is oké, toch? Daar ga ik niet op in. Vind je het goed? Wat vind je ervan? Ja. Ja, de kop ben ik nog niet zo tevreden mee, maar goed. Beetje lullig. Hoe voel jij je nou eronder? Ja. Ik ga niet zeggen dat ik het leuk vond. Dat klinkt ook heel verkeerd. Jawel, je vond het heel leuk. Moet je kijken hoe je piemel eruit ziet. Zal ik deze gewoon bewaren? Voor het geval je piemel wil meenemen naar huis. Kan ik hem op mijn nachtkastje zetten, bedoel je? Ja. Als mooie permanente herinnering. Ja, duik die koelkast maar in, Tim. Jij wil dit klusje natuurlijk zo snel mogelijk wegspoelen met een koud pijpje. Rachel en Michael doen het iets rustiger aan en spelen eerst maar eens een rondje vragen uit de vragenpot. Vind je het een afknapper als je partner een echte moederskindje is? Voor mij niet. Ja, weet je. Ja, ik heb ook de beste band die ik heb is met mijn moeder. En ik woon nou weer thuis, dus technisch gezien. Ja. Maar het is niet dat ik echt een moederskindje ben of zo, denk ik wel. Het is wel een afknapper als echt alles bij je moeder blijft plakken. Gewoon echt alsof nog de placenta en alles er nog bij zit. Dus dan, dat vind ik dan jammer. Nee. Van, kom op. Ja, gewoon regelmatig contact, hè? Prima. Maar je moet niet echt continu... Oh nee, ik woon bij mijn moeder. Mijn moeder doet de afwas en maakt mijn eigen lunch klaar. En boodschappen en ik kan lekker gamen. Ja, nee, je doet jezelf gewoon dan tekort, denk ik, als je dat dan zo doet. Ja, goed, schijfjes. Je zegt het maar, hè. Jij bent de vrouw, dus... Ik ben de vrouw. Ja. Ja, ik weet dat ik de vrouw ben, maar omdat ik de vrouw ben... Moet ik zeggen wat ik wil qua schijf? Of wat? Ja. Maar nou ben je op zoek naar iets serieus. Ja, absoluut, absoluut. Gewoon wel vastheid en zo. Ja, ja, ja. En dan een relatie, wil je dan ook echt wel één op één relatie of kan je delen? Hoezo ben jij van delen? Soms wil ik wel delen, ja. Ja? Ja. En dat houdt in? Ja, nou de... hoe ik het zie is, ik heb ook tatoeages, jij ook volgens mij, hè? Ja, ja. Op mijn rug staat een wolf
wolven die leven in roedels. Mm. Met eigenlijk één alfapaar, zeg maar. En daar kunnen dan gewoon andere members, om het zo maar even te zeggen, onder. Of iets. Nee, over het algemeen ben ik wel... Ik sta voor veel dingen open, maar... nooit echt bij stilgestaan op die manier van dat ik altijd wel gedacht heb om... gewoon, man, vrouw... de kids erbij dan, zeg maar, ja. En dan... Ja, er zijn andere vormen. Dat zei je dat even weet. Zo heb ik mijn laatste relatie ook ingevuld. Dat, wij waren dan primaire relatie, zeg maar. En als er dan iemand langskwam huppelen waar we beide gewoon een goed gevoel bij hadden, dan was het gewoon leuk. Ja, ja, ja. Maar heb je dan ook wel echt ervaring met vrouwen, zeg maar? Of? Ja, redelijk. Maar dat is dan voor jou een heel nieuwe... Ja, ja, ja. Omgang van. Heb je nooit echt weer stilgestaan? Als je maar duidelijk bent tegenover elkaar en eerlijk bent, ja. Ik denk dat je dan heel eind komt. En geen dubbele agenda's? Nee. Nou, bon appetit. Nou, smakelijk. Maandag zal Linda nooit genoegen nemen met slechts één spier. Denk jij dat de ware bestaat? Is dat wel echt iets wat je... Nou, in mijn toekomst zou ik wel met één iemand waar ik gewoon lekker samen oud mee kan worden. En waar we af en toe een bijgebouwtje hebben. Maar dan heb je het ook over zoiets als een parenclub. Parenclub vind ik ook wel leuk. Dat is wel een dingetje. Als ik iemand heb, dan is ze ook voor mij en dan ga ik niet delen. Het wordt echt wel een dingetje, dit. Tot maandag.